Het zijn nevouw, doe normaal en nevouw, knul op mijn hoofd. Ja, huts, dat is het nieuwe woord en dat gaat viral over het hele internet. We staan hier in de winkel, we hadden ze donderdag al in de uitzending van Dommeland Live. En het schijnt zo te zijn dat Esco hier straks echt aanwezig is. En jullie mogen allemaal op de foto. Hebben we er een beetje zin in? Ja! Natasja, ben jij er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Wat een gekhuis dit, hè? Ja, het is een gekhuis. We zijn echt keigroot fan. Ik ken echt heel veel liedjes van hen. Onder andere Huts. Hey, wat gaat er nu door jou heen eigenlijk vandaag? Want dit had je niet verwacht. Nee, bizar. Ik heb tot in spanning gezeten tot gisterenmiddag 2:00. En toen hoorden we het was. Ja, en nou is de kerst op de taart natuurlijk. Wat betekent Huts nou eigenlijk? Ik heb geen idee. Kunnen jullie een stukje zingen uit het liedje, of niet? Doe normaal en nevouw, knul op mijn hoofd en ik space en nevouw. En wat vind je nou van al die aandacht? Wat vind ik van die aandacht? Ik kan het heel erg waarderen toch? Zonder deze mensen zou ik ook niks zijn als artiest zijn. Hè? Dus ik vind het geweldig. En ik vind het zo super tof dat ze ook allemaal hier zijn. Ook voor mij, dus ja, ik heb er geen woorden voor eigenlijk. Ik vind het gewoon super tof. En wat dacht je toen je dat filmpje voorbij zag komen van de dames hier, van de winkel? Ik vond het heel grappig, ik vond het leuk en ik dacht van ja, tof. Mooie muziek op de achtergrond, dus ja, ik vond het leuk. Tuurlijk, is toch leuk. Hey, en heb je een handtekening? Ja. Kijk, laat zien. Hey, hoe was die net echt? Ja, het was wel cool om te zien. Is het gelukt? Ja. Ja? Wat hebben jullie, heb je een handtekening? Laat je zien. Mama is daar, hè? Op je telefoon? Ja, op een hoesje. En we hebben een foto. En een foto. Laat de foto's zien. Weet je nou eigenlijk wat het betekent? Ja, nee, niet echt. Maar jullie vinden het gewoon vet? Ja. Is het gelukt? Ja, ik heb hier op mijn pet heb ik een handtekening op mijn shirt. En ik heb zelfs hier op mijn telefoon. Vond je het spannend? Ja, ja, ik vond het echt spannend. Waarom vind je het dan zo spannend? Ja, ik weet niet. Het was gewoon ja, heel spannend geworden ineens. Okay. Ga jij nu met carnaval zo verkleed? Ja, sowieso. Ja.